Goeiedag en welkom bij Appels met Peren, het actualiteitenprogramma van Hoewa TV. Vandaag aangeschoven is onze deskundige Wilco Pedia en we gaan het hebben over, hoe kan het ook anders, de verkiezingen. Ja. Ja, de mensen moeten stemmen. We hebben natuurlijk nog de zwevende kiezer. Wat kun jij hun adviseren? Nou, ik heb een advies eigenlijk voor alle kiezers. Ik zou zeggen, blijf thuis. Gewoon heel simpel, blijf thuis. Want er valt niks te kiezen. Je kan kiezen tussen links of rechts. Nou, op extreme kant van rechts zit de PVV. Nou, als je daarvoor kiest, vindt iedereen je een eikel. Aan de linkerkant zit de SP. Nou, als je daarvoor kiest, nou ja, dan hebben die voedselpakketten van de voedselbank waarschijnlijk je hersens aangetast. Dus je kan alleen maar kiezen tussen middenrechts en middenlinks. PvdA, VVD, die zijn nek aan nek. Dat betekent dat ze niets ontlopen. Dat betekent dat als je niet stemt, jouw reststem sowieso naar hun gaat. En ja, de kleine partijtjes stellen niet mee. Oké. Maar ik stem Partij voor de Dieren. Dat is heel dom. Dat is echt heel dom. Doe dat niet. Want het enige wat de Partij voor de Dieren voor elkaar heeft gekregen, is dat er tegenwoordig groentekroketten in de kantine van de Tweede Kamer te koop zijn. Dus, nou, toch ook heel mooi. Duidelijk. Dit was weer een aflevering Appels met Peren. Tot de volgende keer. Nog een Ja, precies. Even doorpraten. Nog een Ik weet niet of ik dit gebruik.